je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande, een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Oh, ik mag praten, oh, goeiedag, we zijn er weer live. En ik kreeg net die wek om te praten, maar ja, als je bezig bent met zoveel dingen, dan weet je ook niet wat je moet doen. Ook hun misnoegen uiten over het feit dat ze dus dan niet uitbetaald zijn geworden. Hun COVID-gelden hebben ze nog niet. Verder zitten ze dus dan met een premium kaart die ze willen hebben, want ze willen beter geaccommodeerd worden als ze opgenomen worden in het ziekenhuis. En natuurlijk willen ze dus dan een loonaanpassing. En daarover zullen wij dus dan gaan praten. Met leerkracht, ik zeg altijd leerkrachten, zijn verpleegkundigen met wie wij gaan praten. Bij wie kan ik starten? Goeiedag. Ik begin bij deze mevrouw. Hoe gaat het met u? Het gaat. Je weet dat ik ziek ben. Wat zei u? Je weet dat ik ziek ben. Je bent ziek? Je weet dat. Je protesteert toch? Ik moet protesteren. Waarom moet je? Oh, oh. Waarom moet je protesteren? Je zegt je moet. Oh, kijk, iedereen rijdt. Nee, maar. Je wilt ook je COVID-gelden hebben. Nee, geen COVID geld, hè. Die looncorrectie en dat van SZF moet geregeld worden. Ja. En jullie eisen dat op? Jawel, daarom zit ik hier. En denk je dat het komt? Het gaat wel komen, ja. Ze die bezig is met haar telefoon, hoe gaat het met die mevrouw? Goed, goed, goed. Ik lag erbij, dus het probleem nooit. De ernstig, daarom zitten we hier. U ziet het zelf. Hoe vind je dat je hier moet zitten? Zo niet leuk, want je ziet het ziekenhuis laten we. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet leuk om hier te zitten. Maar ja, als je je doelen wil bereiken, moet je zelf opkomen. Hoe motiveerd ben je om je werk te doen? Heel gemotiveerd. Mm-hmm. Maar ja, als je het van de andere zijde ook niet krijgt, dan lukt het ook niet. Ja. Heb je gewerkt tijdens de COVID-periode? Nee, ik was niet op die afdeling dan. Maar wel op mijn afdeling, mm-hmm. Maar niet op de COVID-afdeling. Dus jij hoeft geen COVID-gelden te krijgen? Nee, ik ben niet van die afdeling daar. Ja. Maar jij gaat wel voor die loonaanpassing en die premiumkaart. Jawel, helemaal. Helemaal, want we redden het niet meer met ons salaris. Helemaal niet meer. Ja, ja. En je weet dat het een beetje moeilijk gaat in het land. Je moet ook niet de echt voorpijding, de kosten, of een loonaanpassing. Begrijp je dat wel een beetje? Zo, ik begrijp het niet hoor. Want kijk, ze zeggen er is geen geld, maar geld verdween. Want wij werken, ze moeten ons waarderen. Want als de buitenlanders hier komen, gaan ze meer betalen dan ons. En waarom kan je je eigen mensen niet waarderen? Ja. Dus ze moeten ons gewoon uitbetalen. Er is wel geld. Er is geld? Er is, ja. Je weet het zeker? Helemaal. Helemaal. Dankjewel. Ik ga naar deze mevrouw. Ik heb er eerder al gesproken. Ja, tof idee. Helemaal. Helemaal. Is dat ik wil vechten. Uh-huh. Maar ik kan niet over COVID-geld praten hoor. Want ik ben helemaal niet daar. Maar onze loonsverhoging wel. Ja. Onze premiumverzekering. Daarvoor vechten we zeker, want je bent hier, je hebt kinderen en als je kijkt, zolang je gaat, SZF. En het is veel erg als je in het ziekenhuis